Hallo, welkom bij deze Nederlandstalige tutorial van Adobe Flash. We beginnen met het document aan te passen. Dat kan gedaan worden door Ctrl en J tegelijkertijd in te drukken. Achter frame rate staat een getal. Wanneer erop geklikt wordt, kan dat aangepast worden naar 30 frames per seconde. Dan drukken we op de OK-knop. In frame 1 kunnen we met de rechtermuisknop drukken en naar Actions gaan. Hier kan Trace ingedrukt worden. Bijvoorbeeld, hoi. Met Ctrl Enter wordt het uitgevoerd. Zal hier bij de output hoi komen te staan. We kunnen ook een tekstbox aanmaken en die aanpassen. Dus de inhoud daarvan wijzigen. Maak een tekstbox aan. Staat hier Dynamic Text. Aan de rechterkant passen de instance name aan. Naar bijvoorbeeld tekst, laagstreepje, txt. Dan gaan we naar frame 1, naar de actions. Dan zeggen we hier weer de instance name, tekst, laagstreepje, txt, punt, tekst, is, hallo. Druk op Ctrl Enter en dan zal hier hallo komen te staan. We kunnen dat ook bij frame 30 doen. Maak een keyframe aan. Frame 60. Weer een keyframe aan. Frame 90. Weer een keyframe aan. We gaan bij frame 30. Dat doen we ook. Tekst, laagstreepje, txt. Punttekst, maar dan doen we niet hallo, maar dan doen we hoi. Frame 60. Goedendag. Wanneer dit afgespeeld wordt, zal die de hele tijd wisselen van hallo, hoi, goedendag. We kunnen ook zeggen bij goedendag, van, nou, daarna stoppen we hem. Typen we stop in. Weer af. Hallo, hoi, goedendag. En dan stopt. We kunnen ook zeggen, na goedendag moet hij weer naar frame 30 toe gaan. Daar staat hoi. Bijvoorbeeld bij frame 90. Go to and play frame 30 intikken. Ctrl Enter, hallo, hoi, goedendag. En gaat hij weer naar frame 30. En vanaf frame 30 weer doorspelen naar goedendag. En bij frame 90 zal hij dan elke keer weer teruggaan naar hoi. Dit was tutorial 1.